De Nationale Loterij geeft al haar spelers de kans op het grote lot. Maar wat zou jij doen als je de lotto wint? Als ik de lotto win, dan koop ik mijn Defender Land Rover met alles erop en eraan. Dan zou ik een inclusieve school oprichten als leerkracht. Dan zal ik een goede speler voor zijn trui bijkopen. Dan reis ik op zijn minst door het Midden-Oosten. En dankzij jouw kleine inzet kunnen wij verschillende goede doelen een stapje vooruit helpen. Zoals het muzikaal project Zuidgeluid. Hallo. Dag Tatjana. Dag Felix. Hi. Ik denk dat het hier zo meteen gaat gebeuren. Klopt. Ik zie kinderen, een dirigent, een piano. Klopt. Wij zijn Zuidgeluid. We zijn een VZW, een organisatie die zich toelicht op muziek. Want wij geloven in muziek. En in Antwerpen wonen heel veel kinderen die thuis geen Nederlands spreken. Maar eigenlijk in alle culturen kennen we muziek. En muziek verbindt ons en dat voedt de samenhorigheid. En dus dat willen wij echt promoten. En zingen jullie ook in een bepaalde taal? Wij zingen heel veel in het Nederlands natuurlijk. Maar we zingen ook in het Zuid-Afrikaans en in het Frans is er eentje bij. En in het Engels, ja. Dus dat gaat hier zo meteen heel mooi klinken. Ik ben er zeker van. Zeg Tatjana, zoveel blije gezichten. Geniet jij daar ook van? Absoluut. Ik word daar heel gelukkig van. Ik ben zelf geboren en getogen in een muzikale familie en ik speel viool vanaf mijn 3 jaar. En ik wil dat graag delen bij heel veel kinderen, dat die ook kunnen genieten van muziek. Wat heb je zoal zien gebeuren bij die jonge kinderen? Ja, er zijn soms heel verlegen kinderen of heel introverte kinderen die helemaal openbloeien met zingen. En zo heb ik in mijn eigen klas een meisje van Afghaanse afkomst die in heel traumatische omstandigheden moet vluchten uit hun thuisland. Meisje is gedropt in een Antwerpse klas, leert nu pas Nederlands. Maar als ik haar zie zingen, dan springen de tranen in mijn ogen, want ze geniet daar zo van om zich te kunnen uiten in een taal die ze eigenlijk pas aan het leren is. Dus dat is echt fantastisch. Dat is knap, hè? Ja. Het gebeurt allemaal ook een beetje spelenderwijs. Ja, dat is de bedoeling. En wat doet dat dan met u als je die kinderen zo ziet openbloeien op een podium? Goh, dat maakt mij heel blij. Dat geeft mij nog meer goesting om hiermee voor te doen. En dat gaan we dus ook doen. Want dankzij de spelers van de Nationale Loterij kunnen wij een enorm project, een extra large doen van deze versie. Dat doen we voor alle Antwerpse scholen op Theaterplein in Antwerpen, waar we 1000 kinderen verwachten om te komen zingen. Wauw. Kunnen we zeggen dat samen muziek maken de wereld een stukje plezanter en mooier maakt? Ik ben er zeker van, absoluut. Ja, muziek maakt de wereld absoluut beter.